één ding wist ik op dat moment zeker. Als ik ooit seks zou hebben, zou ik roken. Nou, dat pak had ik al heel lang gekocht. Toen was het wachten op seks. En ik weet nog, in Suriname groeide ik op en ik had een buurtwinkel en ik stond daar op een middag. En voor mij stond er een meisje, ik kende er niet echt van gezicht. Of tenminste, ik kende die niet persoonlijk, ik kende er meer van gezicht. En ik wist dat ze ongeveer mijn leeftijd was, toch? Ook 15. En ik stond voor mij en zij wilde gaan betalen. En zij kwam op dat moment 1 gulden tekort. Nou, ik kwam op dat moment toevallig, had ik 1 gulden te veel. Nou, om een lang verhaal kort te maken, ik had seks die middag. Ja, je weet toch, Stefan, dingen waren goedkoper in de guldentijd, dat weet je toch? En mijn gulden was een daalder waard. Dus ik mocht 2,5 keer. Nou. Toen ik klaar was, woem. Lekker. Lekker. Die sigaret na de seks vond ik zo lekker dat ik die periode daarna eigenlijk alleen nog maar rookte na de seks. Ik rookte alleen nog maar na de seks. En op mijn 18e zat ik al op een pak per dag.